Hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is natuurlijk Edeldier, oftewel Etholdier. En welkom terug bij een andere aflevering van Achter de Schermen op de Kingdom. Vorige keer hebben jullie het vissersdeel kunnen zien. En vandaag gaan we een kijkje nemen in de bank. De bank is ontworpen door mij en Jim samen. Dat is eigenlijk het eerste wat Jim deed. Meteen de eerste twee uur dat Jim bij ons in de groep zat, gingen we samen deze bank ontwerpen. En ja, ik ben er erg trots op. Mark heeft ook nog meegeholpen aan de ontwerpen hier zo aan de buitenkant. Dat heeft Mark gedaan. En ja, we gaan gewoon eens even een kijkje nemen hier zo. Wat valt er allemaal te zien in de bank? Nou ja, je komt hier binnen. Dan heb je hier die grote balie. Waar dan, ja, als je, je hebt wat spullen die je in de bank wil, kom je hier aan en dan geef je ze. En dan mag je ze daarna naar de opslag gaan brengen. Nou, dit is het kantoor van de bankier van onze stad. Dat is Stefan. Hij heeft een mooi kantoor hier, mooi bureau. Met een mooi stoel waar hij lekker in kan zitten. Hij heeft zijn kasten hier. Kortom, hij komt hier helemaal niks tekort. En ja, hij regelt dus eigenlijk onze bankzaken. Oftewel, hij zorgt dat we genoeg spullen in de opslag hebben liggen. Om lekker door te kunnen blijven bouwen. En anders geeft hij aan van, jongens, kom, we gaan nou met z'n allen, hup, de survival mode in. We gaan fulltime minen en fulltime hout hakken. Dan kunnen we daarna weer lekker verder met bouwen. Nou, deze chests die hier staan zijn een soort doorvoerchests. Alles wat hierin zit gaat uiteindelijk door naar de kluis. Maar ben je nou iets aan het bouwen en wil je niet constant helemaal naar beneden, dan kan je hier ook alvast een voorraadje neerleggen. En dan elke keer in stukken meenemen. Nou, gaan we eventjes een minecart pakken. En dan moet ik heel eventjes wat eten. Ja, je hebt hier twee tracks en logischerwijze is de rechter track vanaf hier degene die je neemt als je naar beneden gaat. En met de linker kom je terug naar boven. Altijd je minecart opruimen, want anders komt degene achter je aan en die wordt weer teruggeduwd. Dat is niet zo chill. Nou, je gaat hier zitten, je drukt op de knop. Dit hebben jullie al in een aflevering kunnen zien. Dus je gaat hier naar beneden, dan val je een stukje. Vind ik persoonlijk echt heel vet. Hebben we ook veel tijd aan besteed. Je kan hier zo, hup, ga je door die muur heen in één keer. Kom je hier beneden aan en je landt veilig. Het is nog heel gedoe geweest om dit allemaal eigenlijk goed te krijgen. Want de eerste uitvoering van dit idee viel je hier bijna dood. Zelfs met full diamond armor. Dus dat was niet zo chill. Nou ja, je hebt hier het spoor waar je mee naar boven gaat. Dat gaan we zo doen. Maar eerst een kleine rondleiding ook door die kluizen. Nou hebben we natuurlijk die draak daar hangen om de middelste pilaar. Die hebben Mark en ik samen gemaakt. Ja, gewoon met z'n tweeën een beetje aan gewerkt. Is dat lichaam een beetje gepland. Mark heeft de poten gedaan. Die heeft de rug mooi gemaakt met die spikes erop. Ik heb de kop toen gedaan en de vleugels. Dus het is eigenlijk een beetje een samenwerkingsproject. En het was echt heel tof om te doen. Nou, de eerste kluizen waren deze. Die waren er ook al toen ik met Joris hier langs kwam in de storyline. Alleen nou hebben we hier echt kluizen met goud. En met ijzer natuurlijk, hele belangrijke stoffen. Ook lapis lazuli. En natuurlijk pompoenen voor de vuurtaarten. Hebben we hier cobblestone. En hier hebben we een soort enchanting room met een ender chest. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, dan gaan we eventjes gewoon de wegen volgen. De wegen zijn aangelegd voornamelijk door Levi. En volgens mij heeft Alex ook nog een handje geholpen toen hij bij ons in de groep zat. Puppy slash. Nou, dan hebben we hier wool, wiet en alles. Kortom, we hebben gewoon een soort ja, kluizensysteem hier liggen waar je de spullen in zitten. En zo hebben we hier rondom allerlei verschillende kluizen. Oh. Ja, dus we hebben overal eigenlijk verschillende kluizen. Sommige moeten nog gevuld worden met wat, ja, wat moet nou precies daar staan. En wat moet, welke spullen hebben we dichtbij nodig en welke niet. Dan hebben we één speciale kluis. En dan moeten we de weg naartoe volgens mij ja, nog fixen. Want je ziet, hier ga je opeens met ladders. Dat is niet heel chill. Nou ja, dan kom je hier. En dan hebben we nog een kluis daar. Ligt volgens mij nou nog niet zo heel veel bijzonders in. Dit is een van de ja, vette dingen die Alex toen hij bij ons zat heeft gemaakt. Zo'n mooie deur. Moeten we nog even kijken wat we daar precies allemaal in gaan leggen. Maar het is op zich wel chill. Ja, de kluizen zijn gewoon heel erg chill geworden. Vind ik persoonlijk. Ik heb het wel altijd naar mijn zin als ik hier
naar beneden kom. Ik vind het ook gewoon een vette sfeer hebben. Ja, gewoon omdat het iets anders is dan je standaard opslaghuis, wat je in heel veel steden ziet of in heel veel kingdoms ziet. Dat is gewoon een soort, ja, chesthuis hebben. Nou, wij hebben dit in plaats van een chesthuis. Is af en toe wel heel vervelend omdat je moet gaan zoeken waar alles ligt. Maar hoe vaker je iets gaat halen, hoe makkelijker dat wordt. Voordat we met de minecart weer naar boven gaan, zijn hier gewoon een aantal dingen zoals deze walvis. Dat is een beetje een soort Easter egg. En als we naar boven gaan, zul je zien dat er rondom de trek, vooral aan deze spoor, staat gewoon van alles gebouwd als decoratie. En dat is gewoon heel chill. Je ziet hier nog wat. Ga je naar boven, je ziet goederen staan, je ziet verborgen kamertjes, vlaggen, boekenkasten. Van alles kom je tegen en dat ziet er gewoon heel vet uit, vind ik zelf. Dat, ja, er zit echt heel veel leven in. En volgens mij heb ik daar vooral Stefan aan te danken, die dat nog heeft extra heeft versierd. En dit stukje heeft Mark volgens mij gedaan. Kortom, we hebben eigenlijk met z'n allen hier aan gewerkt en ja, dat is ook gewoon wat ons groepje vooral kenmerkt, dat we gewoon heel veel ook samen doen. Niet altijd alleen werken, maar ook heel veel samen werken. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze behind the scenes op The Kingdom in Halscliff. Ja, ik ga dit gewoon vaker doen, want de eerste keer is erg goed ontvangen. Dus ik zal het zeker vaker doen. Misschien dat we van sommige dingen ook nog tutorials doen. Maar dat moet ik dan in overleg doen met degene die dat gebouwd hebben. Of ze dat zouden willen doen. Maar dan kan je daar ook, zou je daar ook van kunnen genieten. En ja, dan hoop ik jullie volgende keer zeker weer terug te zien. Vergeet niet even te liken op deze aflevering. En laat misschien achter wat jij zou willen zien van de gebouwen die je in onze storyline tegen bent gekomen. Welke wil je nou graag zien? Een soort ja, behind the scenes aflevering daarvan. En misschien zie je hem terug in de volgende behind the scenes.